Jij bent voorzitter van netwerk Juno in Rhenen. Hoe is dat allemaal gelopen? Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad nu voorzitter. Ik kan beter eerst vertellen hoe ik erbij ben gekomen bij het netwerk. Ja. Ik was in januari was ik voor mezelf gestart. En dan moet je aan de bak. Je moet gaan zorgen dat je klanten krijgt en dat je naamsbekendheid krijgt als bedrijf. En toen ben ik netwerken gaan bezoeken. En zodoende was ik bij een netwerk. En toen werd ik uitgenodigd voor dit netwerk om een keer een kijkje te nemen. En dat netwerk was toen nog niet gestart. En ik ben gewoon die ochtend gegaan, maar van tevoren ontzettend zenuwachtig. Want een beetje geïnformeerd hoe dat ging. En je moet een 60 seconden presentatie voor jezelf houden. En heel spannend voor mij. Dus 2 dagen van tevoren geoefend op een 60 seconden pitch. En de avond ervoor nog getwijfeld of ik wel of niet zou gaan. Maar uiteindelijk de grote stap genomen. En dat was voor mij echt een verrassing, een aangename verrassing. En de dag erop heb ik besloten om aan te sluiten. Want dat ging gewoon, ik kwam binnen en het was een open warm bad. En als je dan zo om je heen kijkt, de een die kan goed presteren, de ander die lukt het wat minder. Maar uiteindelijk, ik stond te bibberen natuurlijk de eerste keer. Mm-hmm. En op school heb je natuurlijk ook wel leren presteren. Maar toch is dat toch anders als dat je voor een grote groep staat of voor een klant bezig bent. En dat is eigenlijk het mooie van dat deze netwerkorganisatie. Je leert veel meer als alleen elkaars bedrijven kennen. En je eigen bedrijf profileren. Je leert ook gewoon zelf zeker voor een groep te staan. Je hebt allerlei trainingen die je kunt volgen. Dus wat dat betreft is dat voor mij was dat een persoonlijke ontwikkeling. Ja. Maar ook voor het bedrijf. Want je krijgt ingangen die je normaal niet snel hebt. En omdat je dus elkaar goed leert kennen in een netwerkgroep, kun je ook voor anderen wat betekenen. Maar die anderen betekenen ook zeker wat voor jou. Ze kunnen wekelijks voor jou op pad gaan en jouw bedrijf en jouw business ook bij andere relaties neerleggen. En andersom doe je dat ook voor elkaar. Dus dan kun je elkaar wat geven en je kunt wat ontvangen. Het is een hele nauwe band die je met elkaar opbouwt. Absoluut. Dus dat werkt inderdaad als een familiegevoel. Het werkt als een familiegevoel en uiteindelijk is het gewoon puur zakelijk. Want je doet het natuurlijk uiteindelijk wel voor de business. Maar dat familiaire gevoel, dat geeft wel een stukje vertrouwensband. En daar help je met z'n allen heel hard aan mee. We gaan luisteren naar Guus Meeuwis en Vagant met Schilderij.